De trainersvisie. Bet, als ik zeg iedereen wust. Ja, fantastisch. Geniaal. Vrijdag hebben we het nog even over haar gehad, natuurlijk, van uh, ga je nog kijken. Uh, naar haar prestaties. Ja, uniek. Als je vier keer uh, bij vier Olympische spelen, vier keer goud haalt, dat is uh, bijzonder knap die intense spanningen. Ja, die was uh, bijna voelbaar door het beeldscherm heen, om het zo maar te zeggen. En uh, dat was het mooie natuurlijk, omdat ze al vroeg uh, ja, op het ijs had gestaan. Dan zie je haar ja, gewoon helemaal uh, in die spanning mee. En die neem je dan over, uh, wat dat betreft, als je het ziet gebeuren. Ja, en het zit zo dicht bij elkaar. Dus uh, pas op het laatste moment uh, wist je meer. Zat je zaterdag in, uh, in Putten ook zo uh, in spanning? Nee, super relaxed. Veel mensen gesproken, veel gekeken. En uh, ontzettend leuk om daar weer even terug te zijn. Ja, Beviel het je een beetje, het spel van uh, SCC? Ja, ik geniet gewoon van, van de jongens op zich. Je kijkt eigenlijk heel anders naar zo'n wedstrijd. Ik kijk niet als supporter, maar ik kijk naar uh, hoe het team zich ontwikkeld heeft, hoe hebben de spelers zich ontwikkeld. En uh, ja, ik heb lekker kunnen genieten. Ja. En uh, net zo goed als dat je geniet van het uh, trainersvak, maar ik denk ook van je uh, vak overdag. Wat heeft dat vak wat je overdag doet uh, te maken met je trainerschap? Dat, dat heeft wel wat uh, vergelijkingen, denk ik. Ja, overdag mag ik uh, negen broodzaken aansturen. Dus uh, uh, winkels in Nederland, die noemen we ook uh, de broodzaak. Uh, of stations, uh, waarbij veel snelheid vereist wordt en we onze klanten zo op zo'n optimaal mogelijke manier uh, helpen. Maar binnen die winkel werken we met uh, groepsdiscipline, uh, hoog tempo en uh, vooral je manage management skills zijn er erg belangrijk. Uh, hoe maak je van een uh, minder goede, goed draaiende winkel een uh, goed draaiende winkel? Om van dat soort verzetten. Dat heeft met personeel te maken en het personeel zodanig aansturen dat, dat de wil ontstaat vanzelf om prestaties te leveren of niet? Ja, je kiest voor een gezamenlijk doel en uh, dat is dan bekend voor zo'n team. En uh, hoe ga je dat bereiken? Nou, daar moeten ze zelf een grote rol in hebben, maar ik moet dat uh, controleren, coachen en aansturen. Nou, dat is net als met voetbal, maar ook met, uh, met het werk heb je slecht nieuwsgesprekken en ook uh, mooie gesprekken, natuurlijk, wat dat betreft. Dus uh, ja, de, de link met voetbal is uh, enorm aanwezig. Ik heb je gesproken in een interview in mijn sportprogramma The Warm-Up voor VLU-FM. En uh, ja, daarmee, daar hebben we gesproken over uh, die hele drukke tijd die, uh, die er geweest is. Maar uh, ja, dat weten de DVS-TV-supporters eigenlijk nog niet. Kun je daar iets over zeggen? Over de afgelopen weken bedoel je? Ja, dat, dat moet je zo zien dat uh, naast je normale baan, om het zo maar te zeggen, uh, zijn we hier heel erg druk geweest met Ad Interim TC. Met uh, gesprekken met spelers, uh, maar ook vooral het beleid uitstippelen. Dus eerst het beleid, um, maar ook vooral de groep bij elkaar houden. Nou, daar moet je ontzettend veel gesprekken voor voeren. Onderling, als Ad Interim TC, uh, maar ook met spelers dus. Uh, daarnaast heb je natuurlijk hier uh, alles wat door moet draaien uh, daarnaast en uh, nou verder heb ik ook nog wat gelukkige omstandigheden dat uh, ik mocht mijn huis verkopen nu ben met een nieuw huis bezig dus in die zin uh, ik heb ik me flink vermaakt ja. <laughs> dat kan ik me wel voorstellen maar het is wel een hele goede zaak dat je echt uh, betrokken wordt bij bij die toekomst en bij uh, ja wat voor spelers uh, hebben we nodig ja, nou het was even zaken om gast te geven, omdat natuurlijk wat vertraging had opgelopen. En ja, dan moet je, dan moet je met elkaar uh, even de neus de juiste kant op hebben. Nou, en dan geeft iedereen zijn mening. Nou, ik werd daarin meegenomen vanuit mijn uh, visie als trainer. En zo heeft iedereen even zijn woordje gedaan. En uh, ik moet ook zo snel mogelijk weer uit dat ritme natuurlijk. Want uh, je moet geen dubbelrol vertolken. De TC moet mij zometeen weer beoordelen als, als trainer, zoals het hoort. In de breedste zin van het woord. Dus, uh, maar dat, dat hebben we even heel snel geregeld om het zo maar te zeggen. Dat uh, is uitermate knap. Ja, ik mag wel zeggen namens de supporters ook uh, uh, mijn complimenten. En kennelijk heeft de pers dat ook zo uh, overgenomen, want die zat er bovenop. En ja, die heeft het toch wel over uh, hele leuke complimenten richting uh, DVS. Slaat! Grote slag! Nou ja, het is, het, is, het is best wel knap in deze tijden om zo'n selectie al op dit niveau goed bij elkaar te houden. En, uh, maar de daadkracht van, uh, van de mensen die, uh, die dit gerealiseerd hebben, die is enorm. En uh, ja, aan mij en, en de staf natuurlijk nu om uh, met, dit prachtige, met deze prachtige groep uh, door te gaan. Want nu is het ook zo. Um, er is heel veel duidelijk nu. Of Het meeste is duidelijk, dus je gaat nu weer vol op die competitie richten. Spelers weten waar ze aan toe zijn, ze kunnen zich weer op het voetbal richten en dat is het mooiste wat er is. Ja, alles en iedereen put daar gewoon enorm veel vertrouwen uit, heb ik zo het idee. En uh, dan komt er ook nog uh, dat uh, het seponeren van de rode kaart van, uh, van Joran. Uh, gaat die nu vanzelf door naar uh, scheidsrechter Roelenveld of niet? Nee, nou ja, het geeft natuurlijk wel aan dat, dat de beslissing in, in, die, in die zin wel uh, ja, aan te vechten was en dus ook blijkelijk dat wij in ons recht stonden. Alleen, kijk, die wedstrijd kunnen we nooit meer terugdraaien, maar we hebben Joran uh, en zaterdag weer bij en dat is natuurlijk wel prachtig. En dan, deze week staat natuurlijk heerlijk in het uh, teken van die uh, topper tegen Spakenbrug, want zo mag ik dat wel noemen en jij ook. Ja, als ik uh, mijn collega's mag geloven, uh, zouden, ze, zouden Spakenburg en wij uh, het mooiste voetbal spelen, het beste voetbal spelen. Nou ja, dan moet dat zaterdag ook maar gebeuren. In ieder geval van onze kant. Uh, tegen Spakenburg zijn altijd speciaal. Koploper ook nog uh, in dit geval. En we hebben natuurlijk wel even wat goed te maken ten aanzien van die, uit, uh, van die uitwedstrijd. Ja, hoe uh, ja, hoe je dat gaat aanpakken, dat ga ik, dat ga ik je natuurlijk uh, niet vragen. Want daar, daar geef je toch een vrij vlakke antwoord uh, op. Uh, maar uh, ja, Spaakburg bestaat wel natuurlijk uit een proef met heel veel routine. Hè? Ja, ze hebben gewoon een ideale balans gevonden op dit moment met uh, routine, maar ook met een stuk creativiteit voorin. Uh, ze hebben jongens weer aan het scoren gekregen, nou, dat is verdienste van de trainer. Uh, die jongens geloven in een succes. Het zijn natuurlijk jongens die ontzettend goed kunnen voetballen, maar ze zijn ook naar elkaar toe gegroeid. Uh, maar ook dit Spakenburg is te verslaan, omdat wij ook in goede doen zijn. En, uh, maar wij gaan echt ons eigen spel spelen en ons niet aanpassen aan Spakenburg. Ik denk dat ze ook wel trainingsoefeningen gaan bedenken waarbij ze de bal uh, passen van pilon naar pilon, denk ik. Ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Uh, Spakenburg is ook beducht op onze kracht natuurlijk. En zonder uh, Wolf kennen, dan zal hij zijn huiswerk wel in orde hebben. En uh, Remco voorlopig is natuurlijk ook een jongen die de club heel goed kent. Dus die zal ook wel wat in je fluisteren. Nou ja, het is, het is een prachtige krachtmeting. En uh, ik hoop en ik verwacht dat er veel mensen komen kijken. Met misschien wel Daan Huiskamp in het doel bij Spakenburg, want ter wielen, hè, raakt misschien wel geblesseerd. Ja, daar heb ik geen idee van, Piet. Dat, uh, dat zou voor Daan natuurlijk prachtig zijn, maar ik weet, uh, ik weet niet hoe de situatie daar is. Onze spelersgroep uh, redelijk fit. Ja, op dit moment uh, missen we je alleen Jeroen Buitenhuis. Oké, okay. heel veel succes in de voorbereiding, uh, Bert. Dankjewel.